Want we hebben iemand uitgenodigd, Nathalie Parriga. Utrecht. Ja. En jij hebt je eigen rijschool speciaal ontwikkeld voor mensen met autisme. Niet alleen voor mensen met autisme. Maar voor mensen ook met autisme. Ook met autisme. Hoe ben je ooit op dit idee gekomen? Nou, ik geef zo'n 11 jaar rijles nu. En ik merkte dat ik tegen dingen aan ging lopen. Dat ik niet iedereen kon helpen zoals ik dat wel graag zou willen. Ja. Toen ben ik gaan zoeken. En er was eigenlijk niks te vinden met autisme en rijles. Toen ben ik uitgekomen bij Spectrum Brabant. En vanuit daar ben ik een workshop gaan volgen. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. Ja, want je zegt, je merkt dat je tegen bepaalde dingen aanliep. Ja. Waar liep je dan tegenaan? Nou, je kan dingen 10 keer uitleggen. Maar als ze het niet snappen, dan doen ze het niet. Dus, en je dacht dan niet van het ligt aan mijn uitleg. Ik leg het niet goed uit. Of... Ja, dat weet ik nu. Als een autist iets niet goed doet in de auto, dan ligt het aan ons. Want dan hebben wij het niet goed aangeleerd. Oké, ja. Dus je hebt nu iets speciaals ontwikkeld, een bepaalde lesmethode, neem ik dan aan, voor hun? Nou, via de workshop ga je leren met autisten om te gaan, hoe dat nou gaat, autisme en rijles. En wij werken met de rijopleiding in stappen. Dat is een werkboek die wat echt helemaal in stappen met pictogrammen vertelt hoe ze iets moeten doen. En pictogrammen is voor een autist ideaal. Kun je een voorbeeldje laten zien? Staat het hier in dit boek? Ja, dat staat hier in het boek. Ja. Nou, een leuk voorbeeldje is bijvoorbeeld hoe je moet gaan zitten in je auto. Ja, ik zal het even... Ja, dat is goed. Dus daar heb je plaatjes erbij met... is het te zien zo? Ja, we kunnen het zo meteen in beeld brengen. Ja. Plaatjes te zien met hoe je een stuur moet stellen, hoe je de stoel moet stellen, hoe je de rug moet stellen. En als dat eenmaal goed zit, dus eigenlijk elk moment dat hun instappen, doen ze dat. Hoef je niks meer van te zeggen. Nou, omdat ze het eerst zelf zo hebben geleerd. Ja, je leert het aan. Ze hebben het gezien en je leert het aan en dan gaat het vanzelf. Oké. Ja, en het is eigenlijk met de hele rijopleiding zo, alles wat je ze goed aanleert. Dat onthouden ze ook. Dus dat is dan weer anders dan met andere leerlingen. Ja. Zeg maar, die moet je een leerling wel eens na 15 naast ze nog op de spiegels wijzen. En nou, het is niet. Dat zit daar niet bij. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat je met andere dingen te maken krijgt. Ja, werken met mensen met autisme is niet vanzelfsprekend, dat sowieso. Je loopt tegen een aantal dingen aan, maar er zijn ook wel weer trajecten voor. Dat noemen wij dan de eigen verklaring. Die gaan ze dan indienen. Je gaat bij de ouders thuis. We hebben een gesprek. Het is niet zo, ze komen in de auto en we gaan rijden. We hebben altijd een voorgesprek. Maar die mensen zijn altijd dus ook doorverwezen door een huisarts? Eerst bij jou mogen lessen? Nee. Dat hoeft niet? Nee, dat hoeft niet. Je komt gewoon bij ons als rijschool terecht. En je raakt met ouders in gesprek. En dan maak je een plan van aanpak. En dan krijgen ze een gesprek met een psychiater. Dat is wel vereist. Mm-hmm. En na de psychiater krijgen ze eventueel een rijtest. En een rijtest wordt door een gespecialiseerde examinator gekeken of mensen met autisme geschikt zijn om auto te mogen rijden. Want mag iedereen rijden met autisme? Of zijn er bepaalde regels of andere... Er zijn mensen die mogen niet auto rijden. Dus wat op jouw bank ook werd verteld, echt mensen die wat, zoals Rain Man, die krijgen wij niet in de auto. Nee, dat wordt te gevaarlijk dan. Ja. Zelfs met die pictogrammen, dan gaat dat Dat is te veel informatie en dat kunnen ze dan niet. Ja, ik kan me voorstellen als je aan het rijden bent, je moet op zoveel dingen tegelijk letten. Hè? Voor je, achter je, remmen. Mm-hmm. Dat is denk ik een extra moeilijkheid. Ja, je moet ze alles los aanleren. Wij zeggen wel eens, je moet vooruitkijken, kijk in je binnenspiegel, kijk buitenspiegels. Kijk wat er om jou heen gebeurt, maar zo werkt het niet. Je moet echt aanleren dat het allemaal losse elementen zijn. Mm-hmm. Het vooruitkijken is los, de binnenspiegel is los, de buitenspiegels zijn los. Want anders dan denken hun dat ze alles tegelijk moeten doen. En dat kan niet. Ja, dus je moet ze echt alles uitleggen. Ook als je iets hebt uitgelegd, dat je aan altijd weer uitlegt dat er een uitzondering is in de regel. Dat je hebt borden, je hebt regels in het verkeer. Ja, precies, want je krijgt natuurlijk vaak te maken met, hè, zoals we net ook in de film zeggen, met onverwachte dingen. Ja, onverwachte situaties. En hoe speel je daar dan op in? Nou, je leert eerst iemand met autisme, leer je het aan, hoe het wel moet. En dan maak je dan eventueel alvast een uitzondering op. Ja, bijvoorbeeld een doorgetrokken streep, daar mag je niet overheen. Maar je mag ze dus ook leren van, nou, als het een kantlijn is, mag je er wel overheen. Dus je moet altijd zorgen dat je ze een hoofdregel leert en dan weer en heel de veel uitzonderingen. Ja. En in situaties als je ergens terechtkomt, bijvoorbeeld een ambulance, hè, wat we niet iedere dag hebben. Ja. Nou, laat het maar gebeuren, begeleid zo'n leerling en auto aan de kant en dan ga je het uitleggen. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat iemand in paniek raakt. Dat iemand blokkeert? Of heb je dat ooit meegemaakt? Nee, want dat zien wij aankomen.
Okay. Wij werken met een oogspiegeltje. En als wij zien dat een leerling het echt niet meer weet, dan hebben wij al de begeleiding ingestart. Mm-hmm. Oké. Okay. Nee. En heb je wel eens iets meegemaakt, een apart verhaal? Ja, wij maken regelmatig leuke dingen mee. Bijvoorbeeld je zegt, nou, we gaan daar de eerste rechts. En dan staan we bij mensen op de oprit. Want ja, ik had gezegd de eerste rechts. Ja, dat klopt. Dat heb je dan, ja. Ja. Zo moet je, dan ligt het ook weer aan jou uitleg, de eerste straat. Ja, dan rechts. Hebben wij het verkeerd uitgelegd. Of mijn collega heeft zelf een keer meegemaakt dat, nou, doe maar een stopopdracht. Dat is een examenopdracht. Stop je zo kort mogelijk achter een voertuig. En die leerling die stopt en die stapt uit. Een stopopdracht. Ja. Ik moet stoppen. Dus heel letterlijk, ja. Ja, ze nemen alles heel letterlijk. Je kan ook niet met humor of met hoe wij wel eens dingen een bruggetje geven. Ja. Daar kan je niet mee werken, want dan ben je ze kwijt. Ja, je moet gewoon echt heel duidelijk. Je moet heel duidelijk zijn, want je merkt ook dat als je ze kwijt bent, dan moet je ze weer zorgen dat je ze terughaalt. Ja. Ja, super. Ja, het is natuurlijk vandaag Wereld Autisme-dag. Ja. En daarom hebben jullie ook uitgevoerd. Want ik wist niet eens dat dit bestond. Dat er een rijschool was speciaal voor mensen met autisme. Dat horen wij vaker. En net op de bank werd ook al verteld. Het lijkt net alsof het meer voorkomt, maar dat is niet zo. Alleen het wordt nu veel meer gefilterd. En mensen krijgen de juiste begeleiding vanuit thuis en vanuit begeleid wonen. Ja. Dus, Ja, dankjewel. Ja, fantastisch dat je deze rijschool hebt opgericht. En heel veel succes verder. Dankjewel. Dankjewel dat je hier was. Dankjewel. Ja.